zal ik het antwoord geven terwijl jij mij dan de vraag stelt? Ik vind het prima. Ja, oké. Okay. Hier is het antwoord. Luister je nog wel eens, bisschop, eigenlijk? Heb je nog wel eens aanstaan thuis? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat wisselt gewoon af, hè, met andere stations. Nou ja, zo min mogelijk natuurlijk. Oké. Er is heel veel keus, laten we eerlijk zijn. Maar 10 is 10 en blijft 10. Ja. Maar met de pistool tegen mijn hoofd wil ik best luisteren. En u bent? Nou, hoezo? Word ik er zomaar bij betrokken ineens? Goedemorgen. Ja, oké, van het eerste uur. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen, ja. Maar samen met de bisschop, laten we dat vooral niet vergeten. Ja, ik hoor eigenlijk, want ik heb geen koptelefoon op. Nee, nou je... Nou ja, oh ja, nu wel. Okay. Oh ja. Nee, ik zit hier naast de groot bisschop. Ja. En daar hebben wij natuurlijk hele leuke herinneringen, Ron. Dat dacht ik ook. Jarenlang diepgaande herinneringen. Ja. Ja, want Ron las natuurlijk het nieuws in de periode dat ik daar alleen maar hoogtepunten. Ja, ja. Alleen maar hoogtepunten. Ja. Ja. Zeg, ik hoorde dat Ferry Maat er ook was. Ja. Ja. Die zei ook net op tijd. Ja, ik zei, en die komt zo weer weg, want die... Die ben net op tijd. Hallo, Tommy Mulder. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Verkerk. Hoe maakt u het vandaag? Uitstekend, dank u wel. Ja, welkom terug, welkom terug. Dank je wel. Waar was u zo lang? Even? Ja, ik heb wel eventjes. Ja. En heeft u hem in het donker voor dat al gezien? Die staat hier. Ja, ik heb ze allemaal gezien. Sommige herken ik niet eens meer. Nee. Die zijn er allemaal helemaal knapper op geworden. En Dave is ook net binnen. Pak die microfoon van de bisschop maar even. Dat is even weg, bisschop. Ja, ja, echt move. Duw hem maar aan de kant. Ja. Zo, waar is de wc? Dat was een lange rit. Ja, was druk onderweg. Ik hoefde me geen zorgen te maken, want iemand kwam me halen. Maar die had wel een probleem, want die zat in de file. Oké, dus heb je degene die jou heeft gehaald? Dat was Dennis. Ja, zonder naam te noemen was dat Dennis. Heeft op zijn kop gegeven dat hij te laat was. Ja. Hij heeft helemaal geen rijbewijs. We gaan zometeen 50 poppen. Het is niet waar. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat je erbij bent. Ben ik de kandidaat? Nee, jij mag, je bent de host. Wat ik wel een beetje mis is dat hier geen trams langs dit gebouw komen. Kan niet lang meer duren. Geen trams. Het is top georganiseerd dat er zometeen een tram voorbij komt. Jongen. Ja. Die trams, dat raam altijd open. Ja, dat hoort. Dat... op de radio en een goedenavond allemaal en welkom bij het Klaasvaak Radiodrama tussen nu en 2 uur. Laatste programma op de lijst, bedankt aan Collins voor het afgelopen uur en Adje Bouwman en Vaak in Vrolijke Studio 2. En wij draaien grammofoonplaten en we zijn niet alleen vanavond, allemaal licht en zo. Duitse televisie is aanwezig om wat toestanden te maken. Dus Adje heeft een zeer modieus Vrolijke t-shirt aan, verder draaien we in het eerste kwartier. Kart op vast, druk even op vast. Kart even 1 keer spoelen. Waarom? Kart, even op vast drukken. Vast? Ja, zeker. '70s at 7, Radio 10 Gold, vrijdag 28 januari, historische dag voor de radio in Nederland. Neil Diamond was dat. Ik heb veel fotografen gezien en heel veel persmensen in het verleden. Maar zoveel als vanavond heb ik er nog nooit gezien hier bij Radio 10 Gold. Tom, vertel die mop nog een keer van dat vrouwtje. This is history, man. Daar is de grote klok waarmee ik achter die foto's ga. Maar daar
Ja, ja. Ja, ik sta altijd in de rust. Dat is de rode knop. Dat is de symbolische knop. Maar ook een technische. Nee, het is ook een technische, want daarmee wordt de jingle gestart. Oh ja? Ja, nee, niet vergeten, want dan gaat het niet goed. Kan op één de groep. Zeg maar, er komen nog twee flights. Maar we wilden eventjes de verbinding verzekeren. Dus dat is een van de voorraad. Nee, laten we maar één laten. Gewoon, Dan blijven we even hangen. Ja. Tot zo. Ja, u kunt het, ik zet de uitzending op de telefoonlijn. Dus u kunt zo meeluisteren. Niet ophangen. Oh, u kunt het zo. Hey Tom, één plaatje nog. Eén plaatje. Van Bob Uruguay, I'm your puppet. Na het volgende stukje muziek over 3 minuten. Het grote moment, de 675 AM. In gebruik voor Radio 10 Goals. Dit is Radio 10 Gold. Vrijdagavond, 28 januari 1994. Hier is de algemeen directeur van de Radio 10 groep, Jeroen Soer. In die studio, die vol staat met mensen, zijn wij heel blij te mogen verwelkomen de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, minister Hedy Dancona, om een historisch moment bij te wonen. De eerste keer dat een commerciële